In Suriname zijn er tussen de 15 en 20.000 mensen die rondlopen met sikkelcel, zonder dat ze het zelf weten. Per jaar worden er zo'n 40 baby's geboren met de sikkelcel-aandoening. Morgen is het Wereld Sikkelceldag en wij brachten een bezoek aan dokter John Codrington. Hij is voorzitter van de stichting Sikkelcelanemie en Thalassemie. Codrington geeft aan dat aan de hand van de cijfers er in Suriname 1500 patiënten leven met sikkelcel. Wereldwijd is het thema dit jaar Shine the Light on Sickle Cell Disease. Maar de stichting gooit het over een andere boeg en gaat de komende tijd werken met hun eigen thema Stong de Arki, zegt Codrington. We hebben daarom gedacht, oké, dus wat we willen is dat spoken words, mensen die met spoken words bezig zijn, wilden we vragen om alvast de lead off te hebben wanneer het gaat om informatie geven. Het thema dus voor ons is Sidong, Archimie. Kom even zitten en luister naar me. En iedereen die iets wil vertellen, ga even zitten en luister naar wat ze te vertellen hebben. We hebben twee spoken words artiesten bereid gevonden om dat te doen. En dat is de spoken word artiest Toepie. En onze assembleelid Obed Kanapé. Van Toepie is er al dus een teaser vervaardigd, waarbij ze dus haar leven. Het mooie ervan is, misschien het ironische, is dat ze zelf ook sikkelcelanemie heeft en de dochter ook. En die vertelt over sikkelcel. En dat is denk ik heel mooi weergegeven. Codrington legt verder uit dat sikkel een aangeboren aandoening is vanuit de rode bloedcellen. Deze moet zorgen voor zuurstoftransport naar de rest van het lichaam. Rode bloedcellen zijn normaal rond, maar bij iemand die sikkelcelanemie heeft, lijken de rode bloedcellen op een sikkel. Hij legt uit bij wie deze aandoening het meest voorkomt. We weten dat sikkelcellen voornamelijk iets is van Afrikaanse komaf, toch? Van zwarten, zoals het genoemd wordt in Nederland. En we weten dat er ook mensen bijvoorbeeld in de binnenlanden zitten. Toch een redelijk aantal mensen die ook bereikt moeten worden. Dus je gaat het niet met één activiteit kunnen doen. Dus het is een stukje netwerken, netwerken, netwerken met elkaar om het doel te bereiken, om die awareness te vergroten. Gelukkig is de natuur, dus mensen met sikkelcellen, redelijk goed gezind. Er zijn onderzoekingen gedaan in de wereld en blijkt dat in ieder geval de mortaliteit, dus het doodgaan, dat het geen extra risico is. Dus het is niet zo dat mensen met sikkelcellen dan eerder zouden komen te overlijden. Iedereen kan COVID krijgen, dus ook iemand met sikkelcellen. Die is niet vrijgesteld van COVID. En tot nu toe blijkt uit de cijfers dat er geen verschil is tussen iemand die wel en geen sikkelcellen heeft. Het kan zijn dat als je het hebt en een bepaalde leeftijd hebt, dat het wel, laten we zeggen, dat je wat langer ziek bent. Maar als we kijken naar de sterftecijfers, dan valt het eigenlijk mee en is er geen verschil tussen wel en geen sikkelcellen. Personen met de aandoening sikkelcelanemie hebben vaak last van een lage HB ofwel lage salie en gele ogen. Het advies is het drinken van veel water en het houden van een zuivelrijk dieet. In het kader van Wereld Sikkelceldag morgen is er een webinar die voor een ieder toegankelijk is.